Alice Fortes van onder andere de Westkruiskade Alliantie, maar ook mooi, mooie Middelland. Ineens een ijsbaan, ja, waar vroeger het tankstation op Middelandplein heeft gestaan. Want? Nou ja, het was nodig in de wijk. We kregen heel veel vragen uit de wijk waarom wij geen ijsbaan hebben. Het is nu gerealiseerd en tot en met 30 december kunnen kinderen, maar ook volwassenen, naar hartelust schaatsen. En dit is om dit deel van de stad, dit deel van de straat, wordt opgestuurd te krijgen in de daadvaart der volkeren. Ja, het is een mooie samenwerking tussen de bewoners, de ondernemers, pandeigenaren, stakeholders natuurlijk, zoals de gemeente Rotterdam. Die werken allemaal samen in de co-creatie om ervoor te zorgen dat er meer gebeurt hier in de wijk. En dat begint echt te werken nu, letterlijk en figuurlijk. Ik zie ook nog wel wat kraampjes leeg staan in dit kerstdorp. Maar ja, het is al een beetje vroeg. Afspiegeling van hier de bevolking met migratieachtergrond, zoals je dat netjes moet zeggen. Is het dan wel handig verstandig geweest om er een kerstdorp aan vast te plakken? Had je het nu beter breder op kunnen zetten? En wat eerder? Nou, wat eerder wordt vaak financieel wat lastiger, omdat zo'n achtdaagse ijsbaan met alles erop en eraan, dat kost natuurlijk ook wel een duit. En wil het ook als een proef dit jaar. Als het nu blijkt aan het einde van deze periode dat heel veel mensen zeggen van leuk, we willen volgend jaar weer zo'n ijsbaan. Ja, dan kan het wat eerder opgezet worden en dan kunnen we nog meer mensen erbij betrekken. Nu zijn de chaletbewoners, de verkopers, zijn ondernemers en bewoners. Die staan met warme chocomel, met poffertjes, we hebben oliebollen van Richard Visser. Ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Dus het komt er allemaal en niet te stelpen hoop op aflopen en erop aan op deze nieuwe en misschien wel enige Nakralingen ijsbaan. Klopt. Je was al lange tijd gemist hier, zo'n ijsbaan in de buurt. Ja, moest je te ver voor heel erg. Vanuit Spangen of waar van dan ook naartoe, ja, onderweg. We wachten heel lang op het schaatsbaan. Het is laat zien wat jullie kunnen, het is of je een beetje al geleerd hebt. Ja, ik kan het al. Laat zien. Ik kan het ook al. En de kleintjes? Ja. Ook allemaal. Aftrek. Hoe blijven de ijsbaan? Goed, de ijs is ook goed. Ja. Sommige ijzen bij sommige plekken zijn te warm. En dan heeft het geen nut om te schaatsen. En niks is goed. Juist. Daar nog meer gegadigde. Is er een beetje animo voor deze ijsbaan? Ja, er is animo. Je ziet het. Toch? Ondanks dat de kerst niet zo leeft misschien onder bepaalde bevolkingsgroepen. Dat weet ik niet. Ik weet niet of die leeft. Ik weet niet of die niet leeft. Hoe zo gaat de verkoop en de huur? Lekker. Helemaal goed. Hier poffertjes. Hey, van zijn post gedaan. Hier gaat het allemaal goed gaan. Kennis. Ga eens optreden. Oh yeah. Fate night, oh night. En een speciaal. Hij gelooft niet dat hij mijn kind. Ik ben van de buitenschoolse opvang. Ja hoor. Ik ben ook gemist geweest al die tijd. Even koffie halen. En belangrijk dat die ijsbaan nu bij u in de buurt is. Dat je niet helemaal naar Kraling of Schiedam ervoor hoeft. Klopt helemaal. We hoeven geen openbaar voer. Gewoon lopen. En nou ja, dan zijn we er ook weer even lekker uit. Voor weinig geld. En u kan er ook nog even optreden eventueel. Dat kan ik. Even optreden in de tent. Waar je even wel lekker fan bent en wordt. En zo gaat het hier in de Eerste Middellandstraat. Crescendo, Nijn en Vlezen. En hoef u voorlopig nog lang niet weg te wezen. Tot eind van dit jaar, zeg maar. Een van de twee ijsbanen die de stad nog maar rijk is. Toch, Alice? Ja, helemaal.